Welkom allemaal in Piratenland. We zitten hier gezellig in een bootje voor mijn mega grote piratenschip. En natuurlijk voor Schedeleiland. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn. Ah! Vandaag heb ik een hele leuke planning. Want in de vorige video heb ik gezegd dat ik eindelijk op het losse eiland hier iets ga bouwen. En ik ga daar niet zomaar iets bouwen, jongens. Nee, ik ga er iets bouwen wat een kijker heeft bedacht. Zelf had ik echt geen flauw idee wat ik op dit schiereiland hier wilde hebben. Dus ik had aan jullie in de reacties gevraagd van... Hey, luister. Luister nou even, jongens. Wat moet ik hier gaan bouwen? En luister nou even, dames natuurlijk, hè. Die mogen we niet vergeten. Maar gelukkig hebben we hier... Florian Toebes. Hey Max, wat typisch is aan een piratenoorlog is natuurlijk Piratencafé, de beruchte piraat. Ik zou dit bouwen op het schiereiland naast de schat van kapitein Bruinbaard. Nou, daar staan we op het moment natuurlijk op. Op het eiland naast kapitein Bruinbaard. Zijn schat natuurlijk, niet kapitein Bruinbaard zelf, maar zijn schat. Maar goed, Florian Toebes kwam natuurlijk met het idee en ik dacht, hoe leuk is het als we hier een café slash restaurant maken. Dus het hoeft niet zozeer een... alleen een café te zijn, maar je kan er ook eten. Dus het is een beetje een restaurant. De naam, de beruchte piraat, ga ik nog heel even over nadenken. Zelf heb ik namelijk een ander idee. Maar het kan ook de beruchte piraat. Dan mogen jullie misschien ook wel leuke namen voor achterlaten. Maar eerst heb ik alle spulletjes zoals gewoonlijk natuurlijk klaargezet. Dus ik ben helemaal ready om dit in elkaar te gaan zetten. We hebben hier een blauw dak. We hebben daar een oranje dak. We hebben daar nog een blauw dak. Dan is het tijd om hier te gaan beginnen. Niet met een groen dak. Het groene dak wil ik waarschijnlijk op het eiland daar hebben. Maar ik wil hier een rood slash paars dak op maken. Dan hebben we alle kleurtjes van de regenboog. Hoe leuk is dat? Ook al mis ik al nog heel wat kleuren van de regenboog. Maar paars past er heel goed bij, vertrouw me. Dus goed, laten wij beginnen aan deze prachtige timelapse om het piratencafé te gaan bouwen. Het is nu zoals je kan zien iets over 4:30. 4:55. We gaan kijken hoe lang we hierover doen om dit piratencafé te bouwen. In 3, 2, 1... Gewoon een mega restaurant gecreëerd. Het grote piratencafé is officieel nog niet geopend, maar hij staat er wel gewoon. En over de naam, voordat ik een kleine rondleiding ga geven, over de naam gesproken, volgens mij was het de beruchte piraat dat werd gesuggesteerd door de kijker. Maar jongens, zoals je kan zien, heb ik hier aan de zijkant een, moet ik even door de blaadjes heen, een anker hangen. En aan deze kant hier, kijk, daar hangt ook een anker. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om de naam van het restaurant of het café iets met een anker te doen. Het hangende anker. De beruchte anker of zo. Verzin het. Laat alsjeblieft nu een leuke reactie achter met een naam voor dit café. Ik durf te wedden dat jullie echt met de leukste ideeën komen gewoon voor een naam. Maar goed, we hebben hier een piratencafé. Een paars dak. Zoals ik al zei, ik ga heel gewaagd een nieuw kleurtje proberen. Maar wat is het paarse dak goed gelukt. Het is zo'n felle kleur en het past zo erg bij dat oranje en het blauwe hier verderop. Maar goed, je komt hier binnen. Althans, je komt hier aanlopen. Dan kan je doorlopen voordat we naar binnen gaan. Want ik heb hier nu ook een laddertje naar beneden zo. En dan ga je eigenlijk een beetje onder het café door. Hier onder de paaltjes hier zo. Hoppakee. Ga je hierheen en dan kom je hier op een soort klein steigertje slash piertje kom je uit. Kan je ook weer even leuk vissen als je wilt. Weet je, nu die stomme boot daar staat, moet ik hier wel gaan vissen. Die boshelftje is echt waar, hè? Komt allemaal door de DBE dit. De DBE die zit me echt... Er zitten piraten goed in de weg. Maar goed, laten we even naar binnen gaan. Hij heeft nog geen interieur, maar dat maakt allemaal niet uit. We komen hier binnen, dan heb je hier een soort van entree, lijkt het wel. Dan heb je hier een kleine binnenruimte waar je gewoon gezellig lekker kan eten als de tafeltjes komen en zo. Hier denk ik een privéplekje waar je wat je af kan huren, weet je. Dan doe ik hier een tafel voor met z'n tweeën of met z'n vieren, verzin het. Dan kan je hier gewoon gezellig lekker eten. Hoe leuk is dat? En dan hetzelfde hier. Hier heb ik het grote terrasje. Komen veel meer tafels en stoelen. Kunnen mensen ook een lekker bakje doen of andere dingen gezellig doen. Dan, vervolgens is hier een ladder omhoog. Dan kom je hier in de gang naar dit balkon hier. Ik denk dat ik hier ook een gezellig plekje doe waar mensen gewoon kunnen eten. Dan kunnen ze naar de schat van kapitein Bruinbaard kijken. Ze kunnen naar de vuurtoren of naar het boothuis of zo. En ze kunnen zelfs een beetje naar het kleine schip, de vliegende...
Hoe heet die ook weer? De vliegende knalnoot. Of de vliegende knalboot. Kunnen ze zelfs naar kijken. Dan heb je hier weer een gang deze kant op. Dan heb je hier ook een lekker terrasje waar je kan zitten. En ik heb van die dingen opgehangen. Zodat de zon niet in je ogen schijnt en zo. Weet je. Dat je gewoon gezellig hier lekker kan zitten, weet je. Vervolgens hier naar rechts heb ik nog een privéplekje gemaakt. Waar je ook lekker kan zitten. Nogmaals, ik moet de stoelen en de tafels allemaal nog plaatsen. Maar dat komt in één aflevering. Wanneer ik ook het boothuis en de andere, de vuurtoren inricht. Dan vervolgens hier nog een ladder omhoog. En dan kom je bij het meest exclusieve plekje. Dat was nog niet helemaal. Dit is ook een exclusief plekje. Hier heb je namelijk nog een beter zicht op gewoon alles hier om je heen. Zeker als daar ook allemaal straks nog huizen staan. En je kan je zelfs naar het schedel kijken. Maar als je dan door deze deur hier gaat, dan kom je echt op mijn favoriete plekje. Als je hier gaat zitten, jongens, hier heb je uitzicht op letterlijk alles. Als je hier gewoon een tafel hebt, je kan naar de vliegende knalnoot, de smalle knaller, de piratenschedeleiland. Je kan naar de hele overkant kijken, naar de waterval, dat hele water. Je kan letterlijk naar alles kijken vanaf hier. Dus dit plekje, zodra ik hier een tafeltje neergezet, dit gaat echt het duurste plekje zijn waar mensen hun borreltje, hun lunch, hun avondeten, hun ontbijt, weet ik wat allemaal willen halen. Dat kunnen ze hier doen en dit is gewoon echt de meest exclusieve plek om lekker te gaan zitten. Wederom van die dingen opgehangen, zodat je gewoon niet de zon in je ogen krijgt. En het geeft gewoon heel veel mooie kleurtjes, vind ik. Ja, en dat was het. Dat was het. De rondleiding. Het interieur is nogmaals niet af, maar dat gaan we zeker wel eventjes doen. Niet nu. Nogmaals, dat wil ik in één aflevering doen. En ik wil eigenlijk in deze aflevering ook het huis bouwen dat ik daar wilde gaan doen. Maar omdat dit eigenlijk best wel wat tijd kost. Het was 4:30 net. Het is nu inmiddels bijna 5:30. Het zijn 2 uur verder. Op zich valt het ook wel weer mee. Maar met al die spullen verzamelen kost het en zo heel veel tijd natuurlijk. Dus dat schuiven we nog 1 aflevering op. Dat huis daar. Maar het café is in ieder geval echt heel leuk. Dus laten we hier heel even een bootje pakken. En dan wil ik hem heel even vanaf een afstandje bekijken. Goedemiddag, piratencollega's. En wat is nou een beter afstandje dan bovenop de mast? Oké, jongens. Ik vind het oprecht serieus denk ik wel het leukste huis tot nu toe. Puur door die kleurtjes alleen al. Je ziet vanaf deze afstand alleen de banners niet helemaal. En misschien dat ik net te ver ben gestaan voor een afstand. Of misschien kunnen we iets verder naar beneden. Ik ben voor mijn gevoel net te ver gegaan. Oh, dit is wel een eng parcoursje dit. Het is beter. Dit is beter, jongens. Kijk dit nou. Ik vind het denk ik serieus echt het leukste huis tot nu toe. Enig is dat jullie nu gewoon nog heel eventjes met een goede naam moeten komen ervoor. We kunnen gewoon op de palmboom springen hier. Ik ben nog nooit op deze palmboom geweest. Ik heb hem zelf gebouwd in aflevering 3 of zo. Maar ik ben er gewoon nog nooit op geweest. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Kijk dan eventjes, jongens. Je hebt hier gewoon nu het piratencafé. Daar het boothuis. Daarachter de vuurtoren. Binnenkort staat het hele gebied daar vol met huizen. Misschien dat ik ook naast huizen nog iets van een standbeeld staat in de verte. Die moeten we trouwens nog steeds een keertje helemaal repareren. Maar misschien dat er ook nog naast huizen wat andere dingen daar komen. Maar dat kijken we. Misschien een arena of zo. Weet ik veel wat. Dan kunnen de grote gevaarlijke piratengevechten plaatsvinden. Maar dit huis ziet er leuk uit. Ik ben er heel blij mee. Laten we dan nu gelijk weer even van deze palmboom afstappen. Want ik voel me niet heel comfortabel erop. Enig is, hij blokkeert wel vanaf hier gewoon het hele zicht op al die andere huizen die er staan. Normaal kon je wel ook de vuurtoren en het boothuis. Ja, trouwens, die zie je op zich wel. Als je weet dat dat andere huizen zijn, zie je het wel. Oh, je kan er trouwens echt perfect doorheen kijken. Wat cool. Maar goed, genoeg over het restaurant, café dat we zojuist gebouwd hebben, jongens. Ik wil heel eventjes een keertje inbreken. Ik wil inbreken daar in dat huis daar. Maar ze hebben die poepcamera. Maar zo te zien is het bijna 5:30. Dus ik ga eerst even avond eten. En dan wil ik daarna eventjes inbreken in het huis van de boselfjes. Goed, jongens, we zijn 1 uur verder in het leven. Ik heb lekker avond gegeten. Het is donker. En dat betekent dat ik wil gaan inbreken in het huis van de boselfjes. En ik kan zien, daardoor het raam, en ik zie nametag dat Joris is er. En zoals je kan zien, heb ik ook een boevenoutfit aangetrokken, soort van. Ik heb gewoon zo'n bivakmuts over mijn hoofd heen gedaan. Ik hoop dat ik dan niet te herkennen ben. En ik heb doekjes mee. Met deze doekjes ga ik proberen de camera daar te bedekken en zo. Even kijken, hoor. Maar ik zie dat Joris er is. Alleen, volgens mij is dit ongeveer het tijdstip. Het is nu 6:30. Dat Joris. Ja, kijk. Oké, moeten voorzichtig. Daar gaat hij. En hij gaat weg. Ik kan zeggen, meestal rond 6:30 gaat Joris weg. Char is er op dit moment al helemaal niet. Want zij moeten ook natuurlijk avond eten. Alleen dat gaan ze niet in het hotel doen. Dus dit is mijn moment om even snel in te breken. Ik heb doekjes meegenomen. Gewoon banners die ik doekjes heb genoemd. Maar die kunnen we dan hier. Kijk, ik heb een bivakmuts op. Dus hopelijk ben ik niet te zien op de camera dat ik het ben. Want dan kan ik de camera hier. Mooi. Even kijken, kan dat niet? Oh, dat kan niet. Oh, dat kan niet. Nee, dat meen je. Ik wou de camera blokkeren. Zo. Geblokkeerd. Dit is mijn blokkade die ik maak. Zo, hoppakee. We hebben de camera ingebouwd, jongens, op deze manier. Hele slechte manier om een camera in te bouwen. Maar de camera is ingebouwd, officieel. Zo, hoppakee. Waarschijnlijk, het ziet er niet mooi uit, maar het is goed genoeg. Laten we naar binnen gaan, jongens. Laten we naar binnen gaan. Wat zijn die boselfjes hier allemaal aan het verschuilen voor mij? Zij zijn namelijk van de DBE, hebben we in de vorige video gezien. Ik ga overal even onderkijken. Overal in elk kiertje, elk gaatje. Ga kijken, zitten hier iets achter de paintings? Nee, daar zit niks achter.
Ik durf te wedden dat ze een soort geheime kamer hebben. 100%. 100% hebben ze een soort geheime kamer. Hier misschien. Sowieso even kijken of er buttons zijn. Misschien als ik dingen open, dat ik dan geheime dingen ga vinden. Hier kunnen ze door. Oh, hierdoor kunnen ze gewoon alles in de gaten houden. Waarschijnlijk hebben ze al gezien dat er een restaurant staat. Moet wel snel zijn voordat de nacht voorbij is. Oké, dan hebben we hier een slaapkamer. Zitten de dingen in. De barrels zijn allemaal heel leeg. Oeh, dan gaan we niet op het balkon staan. De barrels zijn allemaal heel leeg. Hier is een bel. Deze barrel is ook leeg. Even kijken. Wat hebben we hier? Barrels. Nee, zit hier iets onder als ik zo gluur? Nee. Tot nu toe heb ik nog helemaal niks gevonden. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij niks geheims hebben. Ze zijn van de DBE. Ik zie ze heel vaak in hun huis ronddwalen. Wacht, ik heb trouwens op één plek helemaal niet gekeken. Hier. Ik zie ze heel vaak in hun huis ronddwalen en zo. Oh, een trapdoor. Een trapdoor. Oh, maar ik wist het. Deze kamer heb ik niet gebouwd. Ik heb niet een vergunning gegeven voor de kelder, jongens. De kelder is iets wat ze zelf gedaan hebben. Wat is dit? Wat is dit? Oh mijn god. Een geheime kelder met computers zo te zien. Computerschermen. Oh mijn god. Zit hier nog iets? Nee. Hier houden ze blijkbaar alles in de gaten, jongens. Via deze computerscherm. Er zijn ook twee. Eén voor Char en één voor Joris. Ah. Oké, laten we in ieder geval niet al te lang blijven. Ik weet nu dat ze een geheim... Wacht, is er echt niks verder hier? Niks hieronder ook misschien verstopt? Nee, helemaal niks. Dus ik wist het. Ik wist dat ze zelfs hier met geheimzinnige dingen bezig zijn, jongens. Laten we snel weg. Laten we de doekjes hangen. Abort mission. Weg hier. Wegrennen. Laten we even naar het restaurant gaan. Zo snel mogelijk. En wat ziet het restaurant er nog steeds goed uit? Oké, ik ben benieuwd of Joris inmiddels alweer terug is. Maar we hebben even ingebroken en we hebben even kunnen kijken. En we hebben gezien dat ze echt een geheime ruimte hebben van het DBE-gebouw erachter. Goed, jongens. Mijn masker is weer af. We staan hier nu nog heel even bij het piraten... Oh, nee. Oh, jee. Kapitein hallo, Piraat. Hallo, wat is er aan de hand? Er is ingebroken bij ons, denk ik. Er hangen allemaal dingen bij het huis. En heb je iemand gezien? Ja, ik heb niks... Nee, wacht. Ik kom eraan. 2 seconden. Geef mij even. Wat vind je van het café, trouwens? Ja, is het al open? Nee, is het niet open. Wacht, ik kom eraan. Is niet belangrijk voor nu. Ik kom eraan. Ja, wacht, ik spring in je bootje. Oh, ja, ik zit. Is ingebroken? Ja, nou, ik kwam daaraan en daar hangen allemaal dingen en ja, ik ben helemaal niet lang weg geweest, maar... Ja, maar je was toch gewoon thuis, of niet? Of je thuis in je hotel? Ja, ik verblijf gewoon in het hotel, maar ik moest even weg. Ik moest even wat dingen regelen. Ja, weet je wat het is? Dat krijg je ervan als je bij de DBE zit, piraat. Je moet gewoon het piratenleven leiden en niet de geheimzinnige zaken doen bij de DBE als de eigenaar daar in die grote toren. Ja, maar ik zie je hem moet ook toch een beetje veilig blijven. Geheime toren van jullie. Hij is mooi, hè? Maar goed, ingebroken. Ja, jullie hebben toch een camera hangen? Ja, maar daar is dan dus een probleem mee. Een probleem? Nou, ik ben heel benieuwd. Ah, ik zie het al. Die ziet niks meer. Heel creatief zijn er allemaal doekjes omheen gegaan. Ja, nou ja, die camera die ziet niet zoveel meer zo. Nee, dat snap ik. Er ziet alleen maar rare doekjes en weet ik wat allemaal. En er is niet te zien op de camera wie dit doet, want hebben jullie hier ergens binnen misschien een systeem? Nee, die hebben we niet hier. Dat is jullie hebben anders. Niet een systeem hier waar jullie de camera's kunnen bekijken? Nee. Oké. Nee, dan is dat helaas zo. Mag ik een beetje verkijken? Zijn er ook dingen kapot, gestolen of iets? Ja, ik heb nog niet heel goed gekeken. Ik had gehoopt dat jij wat had gezien, maar... Nou, ik heb helemaal niks. Ik was heel druk met mijn restaurant bezig. Kijk, jullie vanaf jullie kamer kunnen jullie ook mooi zien, het restaurant. Ja, nee. Ik heb niks gezien. Voor de rest is er niet heel veel gestolen, volgens mij. Maar volgens mij we hadden ook nog niet heel veel hier liggen. Niks gestolen. Ja, we hadden niet volgens mij helemaal niks gestolen. Huh. Maar jullie hebben geen camerasysteem hier om in te kijken? Nee, ja, die kan ik alleen vanaf onze eigen basis bekijken. Maar... Oké, prima. Ik zou zeggen, misschien heeft iemand je gewoon geprankt. In plaats van dat het een inbraak was. Dat hij gewoon alleen je camera heeft bedoezeld of zo. Ja, misschien moeten we dan toch maar wat meer camera's ophangen. Want meer camera's! Het is blijkbaar niet veilig hier. Nikke, je hebt piratenland. Wat verwacht je hier? Mensen leven hier. Ik help je al met weghakken. Zo. Oh. Kijk, hoppa, allemaal in één keer. Hier, hoppa. Kijk. De doekjes. Heb jij een doekjes mee? Ja, ik heb nog 2 doekjes. Kijk, oké. Ik zal ze wel meenemen voor onderzoek. Of willen jullie dat? Ik kan ze ook wel in het kantoor van de DBE... langsbrengen. Misschien zit er nog vingerafdruk op. Dan kunnen we achterhalen wie het gedaan heeft. Dat zou ik wel even bekijken. Ik zal zelf wel even bekijken in dat opzicht. Ja? Okay? Ja. Je mag ze later hebben. Je mag ze later krijgen, oké? Maar zorg dat er niet te veel van je eigen vingerafdruk af. Nee, dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Kom je dan straks langsbrengen? Ik kom ze straks even langsbrengen. Geef me heel even. Ik doe even mijn eigen onderzoek en dan kom ik ze langsbrengen, oké? Ja. Dan ben ik zo terug. 5 minuutjes. Ja. Oh god, jongens.
Mijn vingerafdrukken staan erop. Althans, het is Minecraft. Hoe kan je vingerafdrukken op een item hebben? Maar ze zijn van de DBE. En ik weet wel hoe dat gaat. Dan gaan ze er op een bepaalde manier alsnog achterkomen dat ik het ben. Dus wat ik even ga doen, is hier naar beneden op. Ik kom nooit op dit gedeelte van het strand hier. Maar wat ik even ga doen, ik ga ze in het water gooien hier. Ik ga ze in het water gooien en wassen. Gewoon wassen. Mijn vingerafdrukken als die überhaupt bestaan. Ik heb niet eens vingers, ik heb gewoon een stompje in Minecraft. Maar ik zie het wel weer gebeuren met die DBE. Dat het gewoon, dat ze er alsnog achter gekomen. Oké, ik heb ze nu gewassen. Ik ga ze gelijk terugbrengen. Waar ben ik mee bezig? Het is letterlijk, het kan niet eens. Maar toch maak ik me zorgen. Heb ik hier misschien nog een cooldron of zo met water erin? Nee, oké. Okay, nou, dan hopen we dat het maar goed komt. Dan hopen we dat het maar goed komt. Verbranden de doekjes als ik ze hierop gooi? Nee. Oh, dan ga ik ze ook uitroken. Hier, jongens, ik ben ze aan het uitroken. We roken de vingerafdrukken eruit. Zo, hoppakee. Opgelost, opgelost. Nu ga ik ze meegeven en dan hoop ik dat ze bij de DBE er niet achterkomen dat ik het... Ik wilde gewoon even kijken. Ik wilde gewoon even weten wat ze daar verborgen hebben. En dan gelijk word ik soort van betrapt. Dat is niet de bedoeling. Hallo? Is er iemand? Hallo? Huh? Er is helemaal niemand. Oh, ik zie... Volgens mij komt hij daar aanlopen. Ja. Hey, daar ben je. Kijk, ik heb zelf even onderzoek gedaan, maar wij hebben primitieve piratentechnologie. Ik heb gewoon even heel goed nagekeken. Maar zoals je kan zien, heb ik maar één oog, dus ik kon het niet goed zien. Oké. Okay. Dus, ja, nou, dan gaan we even verder onderzoek, maar eens even ja. Bekijken nog. Ja, helemaal prima. Neem je ze mee naar het DBE-gebouw? Ja, daar zou ik ze even opbergen. Oké, is goed. Nou, ja, dan, dankjewel in elk geval. Ik hoop dat dat gewoon een grapje was. En ik weet niet of nog meer camera's nou nodig zijn, maar kijk maar even, weet je. Ja... Misschien vraagt het wel om wat maatregelen, maar dat zien we wel. Oké, prima. Nou, we houden contact. Joejoe. Goed, jongens, we zijn weer even verder in de tijd. En we hebben een nieuwe gast die hier met de speedboot blijkbaar is gekomen. Harlo, ik heb jou een tijdje niet meer gezien, sinds kerst. Dat klopt, ja. Ik dacht, ik kom eens even langs hier. Wat ik heb, gezellig, hè? Met de bosboot. Ja, ik heb even de speedboot van de boselfjes geleend. Ik dacht, wat wel. Ja, tuurlijk mag dat. Die boot staat er hier voor, hè? Ja, kom maar op het land. Kom maar, gezellig. Ja, ik ben hier eigenlijk nog helemaal niet geweest sinds dat ik hier op het continent ben, natuurlijk. Ik wou net zeggen, jij woont hier al een tijdje in Vikingland, maar het is een beetje hetzelfde andersom. Ik ben ook nog nooit echt bij jou geweest. Nee, dat is waar. Misschien moeten we dat ook een keer snel doen. Ja, dan gaan we na het afloop van dit plannen we gelijk een afspraakje in dat ik een keer bij jou gezellig langskom. Maar jij komt hier voor een soort bouwkeuring, toch? Om even mijn vuurtoren te bekijken. Zeker, ik was benieuwd naar de vuurtoren, ja. Want ik hoorde dat het bouwen was. Ik dacht, dat moet ik zien natuurlijk. Ja, maar toen ik aan het bouwen was, toen kon je nog niet langskomen. Want ja, ik was hem aan het bouwen natuurlijk. Maar er is in de tussentijd van alles en nog wat verschenen. Zoals hier heb ik mijn nieuwe restaurant. Die is bijna klaar. Ik hoef alleen nog een interieurtje te geven. Oeh. Ja, maar je kopen dan straks? Nou, gewoon niks. Je kan er gezellig zitten in een cafeetje, een beetje kletsen en zo. Je hebt mooi uitzicht op bepaalde plekjes. Zoals hier heb je lekker uitzicht op gewoon alles. Maar voor de echt exclusieve mensen die echt een privé gesprek willen en zo, weet je. Die kunnen ze helemaal hier naar boven. Helemaal nog hoger. En dan kan je hier onder dit afdakje, kan je hier gezellig gewoon een date houden. Dat is wel romantisch, ja. Dat is wel een romantisch plekje, om hier een date te houden. Ja, daarom. Daarom. Daar heb ik over nagedacht. Nee, dat is een mooi uitzicht ook vanaf hier. Ja, dat is prachtig. Maar hier kom je natuurlijk niet voor, hè. Jij komt... Nee, ik kom voor de vuurtoren eigenlijk. Jij komt voor de vuurtoren natuurlijk. Kijk, hey, je kan hier al een beetje kijken naar de verte, naar de vuurtoren. Oh! Ja! Het is niet een rood met witte vuurtoren zoals je misschien zou verwachten. Nee, ik vind dat wel gaaf. Ik zie een beetje sandstone en zo, maar ik zal hem straks wel beter bekijken. Dat komt helemaal goed. Oké, we gaan er langzaam heen. Een tukje doen in de tussentijd. Zo. Wordt het even dag natuurlijk. Kijk, dan komen we hier over de brug. Pas op dat je niet afvalt. Het is een krap bruggetje. Dan kom je bij het boothuis. Is ook nog niet af, want die moet ook nog een interieur krijgen. Maar dat ga ik allemaal op één moment doen. Ga ik alle huizen hetzelfde interieur geven. Kijk, dan heb je hier een prachtig plekje beneden en een prachtig plekje boven en zo. Dus er komt van alles nog wat goed, maar dit is gewoon het boothuis, zo noem ik het. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het boothuis. Oh ja, trouwens, ik weet wel waarom. Kijk, hier. Dit is het huis dat boten in en uitlaat om zeg maar naar de grote schepen te brengen. Kijk, hier kunnen mensen dan kisten en barrels en zo in een klein bootje doen. En dan vaart het bootje, je vaart naar de andere schepen. En zo wordt alles ingeladen. Dat is wel handig. Ja, we zijn druk bezig in piraten. Oh, pas op! Oh, die moet nu echt best wel ver zwemmen voordat je weer hier naar boven kan. Je moet echt helemaal terug zwemmen naar... Oh, je gaat ook echt binnen door inderdaad. Is dit geen trappetje? Oh nee, dit is nee, ik heb geen trappetjes. Je moet echt letterlijk daar even varen. Ik val gewoon in het water. Jongen. Ik zou rechts aan... Daar rechts, ja. Ik ga wel hier. Hups, oké. Ik heb een nat pak gehaald, maar ik ben er weer hoor. Dat maakt niet uit. Vikingen hebben altijd... Je hebt wel een mooie baard, moet ik zeggen. Ja, hij is mooi, hè? Sinds dat je, de laatste keer dat ik gezien heb, had je die baard. Oh, die had je ook al volgens mij. Jawel, met de kerst had ik mijn baard. Ja, met de kerst had je je baard ook al, ja. Kijk, en dan nu het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Dat was wij met z'n tweeën. De vuurtoren. De vuurtoren, ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor, ja. Een vuurtoren. Nou, het lijkt alleen niet echt op een vuurtoren als je zou zeggen vuurtoren. Maar ik vind het een vuurtoren. Maar er zit in ieder geval wel een lampje bovenin. Dus dat is wel herkennen dat het een vuurtoren is. Dat is het belangrijkste van allemaal. Het is gewoon, het geeft licht aan de horizon, weet je? Voor dan mensen. Dan weten schepen dat dit hier ja, het interieur moet ik ook nog maken. Dus dat is eigenlijk niet zo heel veel om te zien voor jou. Ook niet echt een vloer in of zo. Nee, dit huis heeft van alle huizen nog het minste interieur gewoon. Er zijn nog niet eens de funderingen voor een interieur. Maar ja, ik vind het wel leuk. Als in je kan, er zit een lampje bovenin, er zit een toren op. En onderin is ook een huis. Dus zeg maar, degene die de vuurtoren bestuurt, kan er ook wonen, weet je? Dat is handig. Ja, dat is handig. Dan is het gewoon, natuurlijk... dan hoeft hij niet helemaal ver te reizen en zo. Nee, die moet er natuurlijk ook tot laat blijven om die lamp in de gaten te houden. Ja, en het, af en toe even het lampje vervangen. Gloeilampje opnieuw erin doen en zo. Ja, ik vind hem wel heel mooi geworden hoor. Is hij goed gekeurd? Ja, zeker. Kijk, dat is mooi. Kijk, ik heb ook een beetje kruiden eromheen gelegd. Want de man die hier woont, die houdt heel erg van paprika en zo. Kijk, dus hier liggen weet ik veel wat voor kruiden. Hier liggen groene kruiden. Kijk, dit was paprika. Hij houdt heel erg van rode paprika. Ja, dit is de paprika poeder die hij heeft. De paprika chips zeker. Ja, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja, nou dat, ja. Zo'n aard mannetje gewoon boven in die vuurtoren alleen maar paprika chips. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, nou, dit is de vuurtoren, dat was het. Is hij goed gekeurd? Fantastisch, ik vind hem echt heel mooi. Je vindt hem echt heel mooi? Nou, daar ben ik heel blij mee. Kijk, en daar in de verte hebben we het standbeeld van Bruinbaard die helaas kapot is. Ik weet niet of je hem ziet. Mijn render distance staat niet zo hoog. Oh. Ik moet even hierheen lopen. En je hebt nog wel een bril op. Ja. Kan je hem al zien? Ja, ik zie nu een stukje van de steiger, ja. Ja, hij is alleen, ik ben weer opnieuw aan het herstellen. Maken. Waar ben jij nou? Ja, oh, ik loop gewoon weer de afgrond af. Ik dacht, ik kom wel jouw kant op. Ik zat in de verte te kijken, maar ja, nu zie ik hem goed hoor. Ja, hij is opgeblazen door de cowboy. En er is ook een beetje spanning tussen de piraten en cowboys op het moment, maar dat maakt niet uit. Is dat zo, ja? Ja, dat komt allemaal wel goed, joh. Dat komt allemaal goed. Ik bedoel, ik ben al rustig aan het repareren van kapitein Bruin, maar zodra die hersteld is... Dan is de harmonie waarschijnlijk ook wel weer teruggekeerd. Weet je? Ah, oké. Okay. Dus dan staat hij weer in zijn volle glorie. Dan staat hij weer in zijn volle glorie. En de vuurtoren zorgt ervoor dat er altijd een lampie voor meneer KB aan het schijnen is. Dus dat komt helemaal goed, toch? Dat is fijn. Dus ik hoop dat jullie het snel oplossen eigenlijk. Ja, dat komt wel goed. Dat komt helemaal goed. Nee, maar dat was de vuurtoren. Hij is goed gekeurd. Daar ben ik heel blij mee. Daar kan ik hem laten staan, anders moest ik hem waarschijnlijk weer slopen. Ah, nee, ja, hij is zeker goed gekeurd. Ja, maar wanneer kom ik een keer bij jou langs? Ik wil wel een keer jouw viking. Je hebt een koffiesfabriek, toch? Nou, zeg maar iets en anders... Binnenkort gewoon een keer, hè? We plannen wel wat in. Komt helemaal zo snel mogelijk. Ja. Zo snel mogelijk kom ik bij jou langs. Dat is helemaal goed. Nou, dan ga ik weer met die rare speedboot terug, denk ik. Met de bosboot, ja. Nee, mag alles... hem houden. Hij past niet echt bij mijn basis. Anders moet ik straks weer huur betalen aan de boshelfjes en zo. Dat... Allemaal helemaal geen zin in. Nee, dat snap ik. Over huur gesproken. Ik heb nog een hotelkamer vrij als je wilt. Ja, maar ik heb zelf wel gewoon een huis. Ja, maar gewoon als je een keer op vakantie wilt of zo, weet je. Gewoon gezellig. Ja, nou, daar denk ik nog wel even over na. Is dat goed? Als ik bij jou op bezoek kom, wil ik een antwoord. Oké? Oké, deal. Oh, deal. Prima. Ik slijt terug. Deal. Dan hebben, hebben we echt een mannen deal. Ja, vikingen en piraten onder elkaar. Ja, precies. Precies. Nou, veel succes op je reis terug. Ik pak de boot weer lekker. En, ja, ik weet niet hoe je dat eigenlijk doet, want jij woont toch in de bergen? Magie, het is een vliegende speedboot. Het is magie. Nou, we zien elkaar in het land van Vikings, bij mijn koekjesfabriek en zo. Komt helemaal goed, ik spreek je. Doei! Joejoe! Goed, onze Harlowhaker, de Viking, is ook weer verdwenen. Nou, we hebben even gelijk een afspraak gemaakt voor de volgende keer dat ik even bij hem langs ga. Dan gaan we even namelijk naar Vikingenland. Daar ben ik nog geen één keer geweest sinds dat hij in Content Veins zit. Althans, ik ben er wel één keer geweest, maar dat was tijdens de kerstaflevering. Alleen toen ben ik er heel snel met mijn paard doorheen gechased. Maar ik wil er ook een keertje aandachtig even langs gaan. Maar voor nu, jongens, zit de video er weer op. Laat zeker even in de reacties een leuke naam weten voor dit piratencafé. Iets met ankers zou ik heel leuk vinden. Maar als je een ander idee hebt... Harlow is doodgegaan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Maar als je een ander leuk idee hebt, nou, iets wat misschien niet met anker te maken heeft, dan kan je het gewoon... ook in de reacties achterlaten. In ieder geval voor nu jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker even. We zitten als het goed is, zoals je kan zien, misschien al op de 370. En anders bijna op de 370.000 abonnees. Heel dicht richting de 400. En nu je toch in dit hele mooie gebied hier aan het kijken bent. Kijk lekker naar deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veins deel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er in de wereld gaande is. En dan is het een beetje later. Laat je water dan. Leuk, 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 leuk,